Rick, de tijdrit zit erop. Hoe was het onderweg? Ja, nou ja, altijd afzien natuurlijk. Ja, het was afzien. Het ging hartstikke hard. Helaas waren we al snel met 5 man. Maar ik moet zeggen dat het volk... Die schreeuwde ons wel echt vooruit. Dat was echt onwijs druk. Veel mensen langs het hele parcours? Het hele parcours, vooral op het gedeelte bergop was het echt druk. Er was een serieuze trechtervorm met mensen. En heb je daar tussen al het afzien door nog een beetje de tijd om dat mee te krijgen? Nou ja, op een gegeven moment ben je blij als ze voor je aan de kant stappen dat je erdoor kan. Maar goed, je bent bezig met zo goed mogelijk rijden hier hoor. En je ziet het wel. Je krijgt het echt wel mee. En niet iedereen ging aan de kant voor jullie, heb ik gehoord. Nee, er was een vrouw die dacht, er komt een motor aan. Ik wacht even totdat die voorbij is, dan steek ik over. Maar toen kwamen wij er nog aan. Dus dat ging net goed, gelukkig. Schrikken? Ja, dat was even schrikken. Links en rechts schoten we om me heen. Dus dat ook met z'n allen op de grond kunnen zijn. En doorbreekt dat nog je concentratie of je patroon een beetje? Nou ja, gelukkig hebben we daarvoor de ploegleiders achter ons. Die coacht ons om meteen weer in de focus te schieten. Je verdere gevoel? Ja, ik ben blij dat de benen weer een beetje leeg aan het lopen zijn nu.